Ajax heeft zich verzekerd met de komst van Per Schuurs. De talentvolle 18-jarige verdediger van Fortuna Sittard wordt per 1 januari overgenomen, maar tot het einde van het seizoen weer verhuurd aan zijn huidige club. In de zomer stapt hij dus over naar Ajax, dat daarmee een flink aantal clubs in binnen- en buitenland aftroefde. Voor mij was eigenlijk niet lang moeten nadenken. Toen ik bij Ajax ben gekomen op gesprek, was mijn eerste gevoel gewoon het beste. En daar heb ik uiteindelijk voor gekozen. Wat was er zo goed in dat gesprek? Alles toe ik werd ontvangen en het gesprek zelf, de spelers, trainer, staf, hoe ik die ontmoet heb, is gewoon zoals ik altijd heb gehoopt. Ik heb natuurlijk met trainer gesproken, Keizer, en met Overmars zelf, eigenlijk iedereen die je maar kon opnoemen. Wat zijn de plannen die ze met je hebben? Ja, de plan is natuurlijk gewoon wat voor hun het beste is en voor mij ook natuurlijk. En dat is gewoon hopelijk gewoon aansluiten bij het eerste en daar gaan we ook vanuit. Tot het einde van het seizoen blijft Schuurs dus in het shirt van Fortuna spelen. Iets wat hij zelf graag wilde. Ja, ik heb natuurlijk altijd voor mezelf een plan gehad om dit seizoen af te maken bij Fortuna. En dat het dan op deze manier kan, dat is natuurlijk fantastisch. Waarom wil je dat zo graag? Want je hebt pas je contract verlengd. Ook toen inderdaad met de intentie dat je graag nog even wilde blijven. Wat speelt daar allemaal mee? Natuurlijk de prestaties die we nu leveren en gewoon de kansen die ik krijg en de ontwikkeling die ik nog altijd kan waarmaken. En ik ben natuurlijk ook aanvoerder bij Fortuna, waar ik nog veel in kan leren. En na dit seizoen zal ik bij Ajax heel goed mijn best doen. Schuurs is pas net 18 jaar, maar toch al aanvoerder van de Limburgers. Hij staat te boek als een van de meest talentvolle spelers in de Jupiler League. Ik ben natuurlijk een speler die altijd hard werkt voor goede prestaties te kunnen leveren en elke dag beter wil worden. Dat wil ik bij elke club gewoon waarmaken. Natuurlijk hoop ik dat ik gewoon kan aansluiten bij het eerste helftal en daar mijn minuten kan maken. En als dat niet is, gewoon in jong Ajax te spelen. Hoe heb jij vroeger altijd naar Ajax gekeken? Ben je bijvoorbeeld altijd fan geweest? Ja, ik hield van mooi voetbal en dat was vaker toch bij Ajax, dus ja, kun je wel zeggen. Wat was het Ajax waar jij voor het eerst naar ging kijken? Welke spelers speelden er toen? Ja, dat is dan is toch wel een paar jaar geleden. Niet echt ook een speler kan erin. Ik denk dat Huntelaar toen hier is begonnen en dat hij nu weer hier speelt, is wel mooi. Je loopt door de arena, je ziet de kleedkamers, het stadion. Hoe is dat om hier zo rond te lopen? Ja, dat is gewoon een kippenvel momentje en ik ben heel trots dat ik dan nu hier mag lopen. En over een tijdje ook echt als speler? Ja, daar ben ik eigenlijk op aan het wachten, ja.